Goedendag, hier weer het video weekbericht. Ik wou deze week beginnen met een grafiek van de ISM Service Index. Deze index heeft een hele hoge correlatie met de economische groei, dat is logisch. Dat is hier de lichtblauwe lijn. En die staat op een all time high. Het is nog nooit zo hoog geweest. Oftewel, dat betekent dat het heel erg goed zou gaan met de economie. Je ziet ook een hele sterke correlatie, behalve dan in het afgelopen jaar. En dat kwam natuurlijk met name omdat er heel veel fiscale steun gegeven is. Nou, wat je dus mag verwachten is dat het aanmerkelijk beter zal gaan eh, met de economie in de Verenigde Staten, nu deze stand zo hoog is. Overigens zegt dat niet zoveel over de beurs, echt alleen maar wat over de economie. Wat ook opvalt is de enorme fiscale steun. Daarvan wordt een behoorlijk gedeelte niet uitgegeven. Hier zien we van een onderzoek wat in Bloomberg staat van New York Fed. En Die geeft aan dat met name in de laatste ronde van die 1400 euro euh, dollarchecks. Dat daar uh, een relatief groot gedeelte van wordt uitgegeven en wat minder van, uh, sorry, een groot gedeelte van gespaard en een relatief kleiner gedeelte van uitgegeven. En dat is dus allemaal nog toekomstige vraag wat los kan komen als de economie echt weer helemaal vrij is. Tenminste, dat is dan de bedoeling van al deze economische steun. Het is in ieder geval goed voor al die mensen, nou, die kunnen in ieder geval hun creditcard uh, leningen wat afbetalen. Is ook wel nuttig natuurlijk, want die was dan heel erg hoog. Het, het wordt in dat opzicht goed besteed. Maar ja, het is, betekent wel dat het fiscale steun is. Dus is, dat er allemaal belastingen in de toekomst moeten worden geheven. Je kan niet eeuwig tekorten blijven lopen. Nou, dat het zo goed gaat in de Verenigde Staten, dat zien we ook al in deze mandjes met aandelen van JP Morgan. En die laten duidelijk zien dat in de aandelen die profiteren van een heropening van de economie. Dat daar uh, die koersen van al flink gestegen zijn in de Verenigde Staten. Want daar is de vaccinatiegraad een heel stuk hoger. Maar als je dan naar Europa gaat kijken, dan nou, continentaal Europa natuurlijk, want de UK doet dit anders. Uh, zien we dat in continentaal-Europa het nog heel erg sterk achterblijft. Omdat wij met de vaccinatiegraad zo achterblijven. En dus met de economie achterblijven. Nou, dat zien we dus in die koersen terug. Hopelijk zullen we het inhalen. Maar heel simpelweg: u gaat niet extra op vakantie uh, allemaal in het najaar. Dat is, uh, daar is het uitgestelde vraag betekent helemaal geen vraag meer. Uh, dus dat gaan we niet inhalen. Hetzelfde geldt met etentjes, theaterbezoeken en dat soort zaken. Dus laten we ja, maar snel beginnen met die vaccinatiegraad omhoog te doen, als dat lukt. In Engeland lukt het, dus uh, waarom hier niet? Um, Biden heeft in de tussentijd gezegd dat hij de, de belastingen wil verhogen, met name om zijn structurele plannen uh, te kunnen betalen. Uh, de belastingtarief gaat van 21% naar 28%. Dat betekent dat er nog altijd een flink lagere belasting is dan in de pre-Trump-periode. Toen was het 35%. Nou, dat is natuurlijk pijnlijk voor die bedrijven, niet leuk voor aandeelhouders, maar uiteindelijk, iemand moet het financieren, dus dat is uh, een goed teken voor de economie als geheel en voor de maatschappij. Het betekent wel dat aandeelhouders natuurlijk wat minder overhouden Um, en een groot risico is natuurlijk dat al die bedrijven dan misschien toch naar het buitenland gaan. Nou, daarom heeft Jellen voorgesteld: dat we zouden een minimale uh, wereldwijde belasting moeten hebben. En je ziet daar uh, dat de diverse, uh, uh, de Bahama's en de Cayman-eilanden, daar worden geen belastingen gegeven. Daarom, is die belasting, uh, te, uh, daarom zijn daar ook zoveel bedrijven naartoe gegaan. Nou ja, heel simpelweg: dan moet je tegen die landen zeggen: als jij het niet rekent, dan rekenen wij dat voor jou. Dan incasseren we het op een andere manier. Dus ik vind het een heel goed idee. Of het uitgevoerd kan worden is een hele andere vraag, maar het idee is in ieder geval een hele goede. En laten we wel wezen: ook Nederland is een belastingparadijs en, en zal daar wel het een en ander van gaan merken. Dan iets over Bitcoin en goud. Uh, ik weet als ik het over Bitcoin heb dat ik altijd heel veel commentaar geef. Testen meer reden om het wel te doen. Wat we hier zien is een duidelijke toename in uh, Bitcoin ETF's. Uh, we zien uh, volgens dit onderzoek van uh, JP Morgan. En Bloomberg, dat de instroom daar nog steeds heel erg groot in is. En simpelweg, als de vraag toeneemt, neemt de prijs toe. Want, zeker in het geval van Bitcoin, staat het aanbod vast. Nou, dat geldt enigszins ook bij goud. Bij goud zien we dat opvallend genoeg niet. Dat heeft te maken met de rentes. De rente stijgt en dat is over het algemeen een negatieve factor voor goud. Dat heeft u ook al in de eerdere video's van mij gezien. En ik kan me voorstellen dat er veel mensen bang zijn, door die enorme geldgroei die er is, dat je dus eventjes een alternatief zoekt. Nou, dat is een van de redenen om in Bitcoin te gaan, maar dat geldt dus blijkbaar eventjes niet voor goud. Een andere reden is natuurlijk omdat er altijd een volgende gek zal zijn die de Bitcoin voor een nog hogere prijs van u gaat kopen. Um, dat heet speculatie. Dat kan ook, maar speculatie heeft altijd maar een beperkte levensduur. Dan de agenda voor de komende week. Uh, het is een leuke agenda. paar manufacturing vind ik altijd persoonlijk erg leuk. Nieuw car registrations, dus hoeveel nieuwe auto's er komen in Europa. Mooie economische indicator. Die echt heel anders is dan de andere. En natuurlijk het consumentensentiment in de Verenigde Staten. Kijken of die opnieuw zo enthousiast is als de afgelopen maanden. Um, blijft een leuke indicator. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.